Je kent hem van Jachtseizoen. Wat is het? Prankoorlog. De Prankoorlog. En De Kluis. Ik ga mijn rondje rijden over. Op YouTube hebben ze met Stuk TV miljoenen abonnees. En zelf heeft Stefan 750.000 volgers op Insta. Een half jaar geleden werd hem dat allemaal een beetje te veel. Hij nam een time-out, maar inmiddels is hij weer aan het werk en ik ben benieuwd hoe het met hem gaat. Hoe is het? Met mij is het goed. Maar dat is dus heel anders geweest. Hier heb ik een bed getatoeëerd. En dat heb ik getatoeëerd nadat ik dus op een gegeven moment die periode had dat ik 4 dagen achter elkaar in bed heb gelegen. 5 maanden geleden liet Stefan Jurriëns weten dat hij volledig offline ging. Hij was overwerkt. Niks ging eigenlijk. Eigenlijk ging niks. Ik kwam mijn bed niet meer uit. En heel veel mensen om mij heen die hadden het gewoon door. Weet je, die zagen dat natuurlijk al veel eerder aankomen dan ik. Hoe was dat voor jou, dat moment om te beslissen van, het gaat even niet meer? Ik vond het wel een beetje gênant, ja. Omdat ik zo'n leuk werk heb. En dat het me toch te zwaar is geworden, dat ik daar niet goed op heb gelet. Hoe voel je zoiets aankomen? Het begint klein. Het begint met dat je gewoon een keer een middag heel erg moe bent. En dat wordt dan in 1 keer 3 dagen. En dat wordt dan in 1 keer een week. En voor je het weet ben je gewoon 24/7 gewoon, echt moe. In het begin probeerde Stefan nog door te werken aan de Stuk TV-video's. Daarin voert hij samen met Thomas en Giel extreme opdrachten uit. Heeft dat er ook mee te maken dat het een beetje te veel wordt? Ja, natuurlijk. Het zijn altijd maar gekke, gevaarlijke, leuke, wilde, bizarre dingen. En naast al die stunts kreeg hij ook veel stress van social media. Ik had heel erg het gevoel als ik nu 2 weken niks post op social media, dan tel ik niet meer mee. Of dan zijn mensen me vergeten. Op social media zie je zoveel dingen die eigenlijk niet helemaal waar zijn. Dus je ziet, iedereen is maar happy. Iedereen, op social media is iedereen is gewoon blij. Iedereen is 24/7 blij. Iedereen is vrolijk, iedereen doet toffe dingen, iedereen doet gave dingen. En ik merkte in die periode van, ja maar hou eens even. Ik heb dat allemaal niet, weet je wel. Ik vind het gewoon best wel, ja, ik voel me gewoon niet zo lekker nu. Want nu heb je ook je hele Instagram leeggehaald. Ja. Er staan nu wel weer wat foto's op. Er staan nu wel weer foto's op. Heb je hem bewust helemaal leeggehaald? Ja. Ik was echt toe aan een hele nieuwe start. Heel veel gesport. Op een gegeven moment sport ik iets van 5 dagen in de week of zo in die periode. Om gewoon, ja, weer fit te worden en fit te blijven. Want als je fit, gewoon, als je fysiek fit bent, dan ben je ook mentaal fit. Je bent helemaal fit boy. Ik ben een periode heel fit boy geweest, maar het is nu wel iets minder weer aan het worden. In die periode verschijnt hij dus niet in Stuk TV-video's. Waar is Stefan? Ja. Hoe was dat om te zien? Met de rest van het team hebben ze gewoon echt mooie dingen gemaakt. Maar ik had toch wel vaak het gevoel dat ik het echt miste, zeg maar. Sinds een tijdje voelt hij zich dus weer goed en is hij alweer te zien op YouTube. Jawel, vandaag is het zover. We gaan Stefan terughalen! Yes, yes, yes. Wat doe je nu anders dan? Ik post nu alleen dingen die ik zelf echt wil. Dat sowieso. Ik voel niet meer die druk van, hey, ik moet elke dag iets posten, want anders tel ik niet meer mee of vergeten mensen me of whatever. Dat voel ik niet meer. En ik ben dus heel erg bewust dat niet alles wat je ziet op social media echt is. Maar ik ga jullie vanuit mijn eigen huis 7 tips geven tegen verveling. Ik laat me niet meer afleiden door al die toffe en goede dingen die ik zie. Dat is voor mij niet belangrijk. Ik moet gewoon mijn dingen doen waar ik vrolijk van word, waar ik gelukkig van word. En dat is gekke acties doen voor Stuk TV. En dat worden er volgens Stefan echt niet minder. Sterker nog, het is eigenlijk nu nog leuker, omdat ik nu dus nog beter weet van wat ik moet doen om die gekte allemaal vol te houden. En om wel op tijd rust te nemen. Exact. En zo leer je drummen.